Hallo allemaal, vandaag is de dag van de schoolbibliotheek. Ja, wat kun je nou tekenen bij een bibliotheek? Nou, wat dacht je van boeken? Laten we eens boeken tekenen. Stapels boeken, boeken in een kast. Ja, laten we dat eens doen. Doe je weer mee? Ja, de dag van de schoolbibliotheek. Wat gaan we daar nou bij tekenen? Nou, ik denk als we nou eens een kast tekenen. Schoolbibliotheek, ja. Tegenwoordig heb je natuurlijk ook digitale boeken op school. Ik weet eigenlijk niet, bestaan die nog wel, schoolbibliotheek? Zal toch wel. Het is alweer eventjes geleden dat ik op school heb gezeten. Maar goed, dat zegt natuurlijk helemaal niks. Het zegt alleen wat over... Of ik weet of er een schoolbibliotheek nog bestaat... Maar stel, dit is een boekenkast met planken. Dan gaan we die planken vullen met boeken. Nou, je hebt allerlei verschillende soorten boeken natuurlijk. En verschillende soorten ruggen van boeken. Wat ik mooi vind, is altijd zo'n zwaar ingebonden boek. Zo. Dat kan een boek zijn natuurlijk. Zo. En er staat een klein boekje naast. Iets groter boekje naast. Is er een dik boek. Een etiketje. Hier staat ook een boek naast. Zo. Dan staat er weer een boek met een ingebonden rug. Zo. En nog een klein boekje. Nou, je ziet al dat het zo best wel snel... Is je zo best wel snel met verschillende boeken... de boekenkast kan vullen. Laten we hier ook weer eentje doen met zo'n... ingebonden rugband. Zo. Klein boekje ertussen. Er mogen ook wel best wat teksten op die boeken staan. Zo. Nou, is het met zwart-wit wel lastig intekenen, zo'n boekenkast? Nou, hier. Er staat hier een boekje schuin. En dan nog eentje ernaast. Iets dikker boek. Staat ook schuin. Zo. Is een omgevallen. Hier nog een... zie je ook al eens op school. Er staat er een pot met iets erin. Het hoeft niet op sterk water te zijn. Maar het kan gewoon een potje zijn waar ze bijvoorbeeld knikkers in hebben gedaan. Of weet ik veel wat. Nou, dat staat dan ook in die kast. Ik zal hier nog een boekje bij doen. Zo, want anders... Dat ligt dan tegen dat potje aan. Daardoor zak ik steeds niet verder gezakt. Goed. Nou, dan kan hier ook nog een stapel boeken doen. Zo. En een beetje verschoven stapel. Nou goed, hier nog een boek, zo los. Er staat schuin in de kast. Nou, we hebben één plank gevuld. Nou, ik daag je uit. Jij mag de andere planken gaan vullen met boeken. En dan zie ik je morgen in de volgende video. Tot morgen!